Iedereen van harte welkom. Evert ten Apel is mijn naam en naast mij zit Joeri Mulder. En welkom allemaal, zou ik maar zeggen. Een interessante ontmoeting. Columbus Crew en Juventus. Het belooft een intrigerende wedstrijd te worden vandaag tussen een thuisploeg met de beste defensie en een uitelftal dat dit seizoen het meest gescoord heeft. Ja, beide trainers hanteren een totaal andere spelopvatting en vandaag zullen we zien welke opvatting het zal winnen van de ander. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. 4-4-2, dat is waarschijnlijk het bekendste systeem in het voetbal. Ja, met de kanttekening even dat er vandaag in een ruitje op het middenveld wordt gespeeld. Dus met een punt naar achteren en met een punt naar voren. Nu jij weer. Met deze formatie stapt Juventus het veld op. Het 4-3-3 systeem met de klassieke buitenspelers. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja, is toch mooi. Ik bedoel, dat is een beetje waar wij voor naar het voetballen gaan. Mensen die een man opzoeken, met buitenspelers die lekker gaan pingelen. Ja, dat is aanvallend voetbal. Daar doen we het voor. Ja, we krijgen al een eerste vrije trap. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Hij breekt door de verdediging. Gevaar geweken, de bal is weg. Nicolas Lodero. Juventus is natuurlijk een club minder. Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Adam Clayton. Kennedy. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Passeert de achterhoede. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nu zal de tegenstander moeten komen, Evert. En de aanvoerder van de ploeg laat zien hoe het moet. Geweldige goal. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Luka Modric. Lodero. Son. Paul Pogba. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. De bal wordt in de 16 gebracht. De bal stuit op een verdediger. Kennedy. Adam Clayton. Pierre-Emerick Aubameyang. Heung-min Son. Nicolas Lodero. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Die verdedigers is hij kwijt. Hoe krijg je die baller van die afstand niet in, Joeri? Werkelijk op een presenteerblaadje gekregen. Ongelooflijk.
Modric. Adam Clayton. Luka Modric. Son. Pogba. Volkomen terecht dat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Ze blijven in balbezit en zo hou je tempo in het spel. Ja, en zo ontneem je ze geen kans. En die is er doorheen. Die paas wat onderschept. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Deze uitbraak is nog niet ten einde hoor. Uitgelezen kans om te scoren. Daar is de kans en het is een doelpunt voor Juventus. Wat zijn ze kwetsbaar voor zo'n snelle uitbraak, Juri. Daar wordt hier uitstekend gebruik van gemaakt. Mooie individuele actie en prachtig afgemaakt. Adam Clayton. Jérôme Boateng. Pierre-Emerick Aubameyang. Paul Pogba. De scheidsrechter houdt het kort vandaag. Boateng. Luka Modric. Oh, prachtkans. Daar is de poging. Oh, hij scoort. Kijk eens, hij komt goed voor zijn tegenstander en laat de keeper van dichtbij kansloos. Een groot gapend gat nu tussen de beide partijen. Ja, het verschil wordt nu wel erg groot. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Luka Modric. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Nathaniel Chalobah. Chalobah. Wat scheelt het? Mooi geplaatst, maar een schot verdwijnt net over de verkeerde kant van de lat. Ja, het was geen gekke gedachte om die bal te plaatsen in plaats van hem vol te raken. Ja, hij was net niet nauwkeurig genoeg. Luka Modric. Jérôme Boateng. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Dit moet een goal worden. Een zuivere tackle, maar de bal verdwijnt over de achterlijn. Laten we nog eens kijken hoe hij die kans afmaakt. Hij neemt de bal binnen de 16 aan en plaatst hem hoog in de linkerhoek. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Er werd al gejuicht op de tribunes, maar die bal wordt nog net van de doellijn gehaald. Ja, dit is echt geweldig verdedigd door die man. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Een schot. Dus kijken wat hij met de hoekschop gaat doen. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Jaroslav Jagr. Manquillo. Siem de Jong. Nathaniel Chalobah. En het schot. Daar zit iemand tussen. De keeper kan opgelucht ademhalen. Son. De tegenstander weet de paas er. Ze krijgen een vrije trap. Daar reageert die keeper alert op die kopbal hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. De bal wordt in de 16 gepompt. De aanval loopt spaak. Kennedy. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Die bal wordt onderschept. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Ja, hun supporters keuren dit echt af. Want een vrije trap!
Luka Modric. Hij duikt de ruimte in en heeft alle tijd om voor te zetten. De bal wordt goed geraakt met het hoofd, maar de keeper redt prima. Geen goal dus. Yuri Tielemans. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Janmaat. Yuri Tielemans. Rossi. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Dit wordt spannend. En de keeper heeft hem zonder problemen. Adam Clayton. Son. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is lid. Doelpoging. Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. Jaroslav Jagr. Manquillo. En ik zou maar uithalen. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger. De bal wordt in de 16 gebracht. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Manquillo. Jaroslav Jagr. Hij heeft volop. Wordt dit wat? Daar komt de corner. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Voor de corner. Ze kiezen voor de lange variant. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. De doelman neemt geen enkel risico en bokst die hoekschop goed weg. Een schot. Knap afgeweerd. En die had... Ja, ja, jongen, dit is je tweede, al ga je voor je derde. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Zo'n stil publiek, dat hoor je niet vaak, Juri. Ze hadden weinig reden om te juichen vandaag even. Lodero. Paul Pogba. Luka Modric. Pogba. Die bal is voor de tegenstander. Fijn paasje. En nu uithalen. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. En die komt op de lat, gaat het veld weer in. Son. Je hebt af en toe geluk nodig, hè? En dat ontbrak bij die bal tegen het aluminium. Vrije trap toegekend. Eens kijken of ze de luchtmacht weten te bereiken met deze vrije trap. Yuri Tielemans. Een schot. De keeper heeft hem. Die bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. En we krijgen weer een corner. De corner wordt diep getrapt. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt.
uithalen zou ik zeggen. Prima actie van de doelman. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. Bal nu in handen van de tegenstander. Siem de Jong. Manquillo. De Jong. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. De doelman. En nu scoren. Geweldige kans hoor, maar al één. En de bal is weg. Een serieuze kans om zeep geholpen. Rossi. Janmaat. Die krijgt een dubbele dekking. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Modric. Yuri Tielemans. Nathaniel Chaloba. Die is er doorheen. Hij schiet. De bal. Siem de Jong. Met het hoofd, maar de doelman zit er goed bij en voorkomt een doelpunt. Manquillo. De Jong. Wordt dit wat? En de keeper krijgt het op zijn heupen. Hij voelde zich zeker eenzaam in zijn doel. Want hij gaat op zoek naar gezelschap. Niet zo verstandig als je het mij vraagt. Het is 4-0 dus als de scheidsrechter fluit voor het einde van de eerste helft. Na één helft staan de bezoekers alweer op voorsprong, Juri. Ja, Evert. Wij worden even flink te kijk gezet. Opeens scoren ze de ene naar de andere. Maar deze ploeg lijkt in niets op wat we van ze gewend zijn, Evert. De tweede helft gaat van start. In de eerste helft ging het eigenlijk maar één kant op. En dat is ook aan de stand af te lezen. Ik ben benieuwd of we in de tweede helft nog een ander beeld gaan krijgen. Siem de Jong. De bal gaat via de paal binnen. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken, want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo bedoeld, Even? Maar hij gaat er wel lekker in. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Modric, Boateng, die bal is voor de tegenstander. Yuri Tielemans. Nathaniel Chaloba. Eens kijken of Juventus deze aanval kan uitbuiten. Manquillo. Siem de Jong. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. Wat kan Juventus met deze inworp? Nathaniel Chaloba. Siem de Jong. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. Nog een corner. Gewoon wegwerken, denkt Boateng. Voor het doel met die bal. Op zoek naar het... Siem de Jong. De keeper brengt redding. Doelpunt voor Juventus. Prima goal, goed gedaan. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die wist er wel raad mee. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Adam Clayton. Son. Luka Modric. Aubameyang. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt.
Yuri Tielemans. Rossi. Juventus heeft een enorm... Oh, hij komt eraan. Hij dacht echt dat die bal erin zou gaan, Yuri. Zeker omdat hij al eerder heeft gescoord. De scheidsrechter geeft een vrije schop. Yuri Tielemans. Hij gaat op de goal af. Hij schiet. Gered, maar de bal is nog niet weg. En het gevaar is eruit gehaald. Nou, die redding gaan we nog vaak terugzien, denk ik zo. We krijgen een vrije trap. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ze krijgen een vrije trap. En de scheidsrechter is blijkbaar in een goede bui, want hij geeft alleen maar een waarschuwing. En daar is het niet iedereen mee eens, Evert. Er komt een verse kracht in. Zo, ja. Hij probeert het ineens en dat is zo gek nog niet. Een gedurfde vrije trap, ja, van die afstand. Scheelde weinig. Luka Modric. Son. Bal voor het doel. Ze blijven ervoor vechten, dat moet je ze nageven. Nou, dat was een beste knal. Uit de lucht, vol op de wreef. Keeper is kansloos. Ja, die kon de bal alleen maar uit het netje vissen. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Rossi, Jaroslav, Jach. Janmaat, het inmiddels befaamde tiki-taka. Een prima manier om op balbezit te spelen met een voorsprong op het scorebord. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Jaroslav, Jach. De Jong, Nathaniel Chaloba. Mogelijk een goede kans hier. Volgens mij heeft het uitgelezen kans om te scoren. Daar is de kans en het is een doelpunt voor Juventus. Ja, wat moet je daarmee als verdediging met zo'n meegekomen keeper? Wie hoort die speler te dekken? Je weet het nooit met deze doelverdediger, Evert. Maar ik denk dat er niemand was die hier rekening mee had gehouden. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Miral en Pjanic. Luka Modric. Hij weet die paas te onderscheppen. Nathaniel Chaloba. Kan Juventus hier de keeper passeren? Rossi. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Claudio Bravo. Luka Modric. Aubameyang. Pogba. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. De scheidsrechter laat doorspelen. Dat is een prima beslissing, want zo hou je tempo in de wedstrijd. Absoluut waar. Ik ben het helemaal met je eens, Evert. En dit...
De scheidsrechter fluit voor een vrije schop. Hij mag blijven. Je zou een rode kaart verwachten, maar de arbiter heeft niet eens geel gegeven. Evert, het is niet te geloven. Het was toch een doorgebroken speler? Manquillo. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Hij krijgt hem op de slot. We krijgen weer een corner. Oh, wat zonde zeg. Als je zo'n bal krijgt, moet je hem wel vol raken. Dit stelt niks voor. De bal wordt voor het doel gebracht. Goed verdedigd weer van die verdediger. Er is een ingooi. Chris Leuwe. Miral en Pjanic. Boateng. Miral en Pjanic. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Kennedy. Ze spelen de bal rustig naar Galoba. Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Siem de Jong. Siem de Jong. Bal over de zijlijn en gevaar voorlopig geweken. Siem de Jong. Manquillo. De Jong. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Dit wordt spannend. Tussen de palen. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Luka Modric. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Modric. Die blijft keurig in balbezit. Sterk gedaan. Aubameyang. Paul Pogba. Hij gebruikt daar prima zijn lichaam om de bal bij zich te houden. Yuri Tielemans. Leonardo Bittencourt. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Siem de Jong. Lodero. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Leonardo Bittencourt. Kennedy. We krijgen een vrije trap. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehad, Juri. Nou, dat kun je wel zeggen, Evert. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Son. Die gebruikt daar prima het lichaam om de bal bij zich te houden. Niklas Lodero. Overtreding, vrije schop. Een wat al te optimistische poging van die afstand, Juri. Ja, een bal in de 16 was beter geweest. Juri Tielemans. Leonardo Bittencourt. Matig verdedigd. Loeihard, een gevaar. Uitgelezen kans om te scoren. Doelpunt voor Juventus. Nou, die zit er goed in. Wat een knal. Niet nadenken, maar uithalen. Zo zien we ze graag, Juri. Heerlijke goal, even. Prachtige volley. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Miral en Pjanic.
Leonardo Bittencourt. Komt dat schot. En we krijgen weer een corner. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. En ik geloof dat hij nog wel even door wilde. Maar de trainer vindt het tijd om hem wat rust te gunnen. Ze kiezen voor de lange variant. En de verdediger werkt de bal weg, zoals zo vaak vandaag. Ik zal maar uithalen. En nog een hoekschop. Gepakt door de keeper. De bal wordt in de 16 gebracht. Die gaat naast de goal. Kennedy. Wat gaat hij doen? Opnieuw een hoekschop. De keeper redt op fenomenale wijze. Diepe corner. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Strakke voorzet. Leonardo biedt. Daar is het schot. We krijgen weer een corner. Wat een geweldige redding van de keeper. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Doelpunt Juve. Juventus scoort. En de aanvaller raakt de bal goed en kopt hem erin. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Modric. Luka Modric. Tammy Abraham. Hij blijft keurig in balbezit. Sterk gedaan. Oh, wat mooi is zijn man voorbij. Paul Pogba. Er wordt snel druk gezet. Is er genoeg tijd om die bal af te maken? De bal wordt goed geraakt met het hoofd, maar de keeper redt prima. Geen goal dus. Tyrone Mings. Zo, 5 minuten extra tijd wordt er aangegeven. Miral en Pjanic. Die blijft keurig in balbezit. Sterk gedaan. Ze mogen een vrije trap nemen. En geen kaart, Jury. Ongelooflijk, Evert. Ik snap er niks van. Er was toch een doorgebroken speler? Dat moet toch rood zijn? Een vrije trap van de Pogba! Hij strekt zich helemaal uit en redt. Sterk gespeeld, hoor. De tegenstander komt er niet aan te pas. Daar zit de tegenstander tussen. Juventus. Nou, dat moet een goal zijn. Dit wordt spannend. Doelpunt hoor voor Juventus. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Ja, dat voelt lekker hoor. Zo op het laatste moment toch nog eentje bijprikken. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Miral en Pjanic. Tammy Abraham. Son. Nathaniel Chalobah. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Oh, het doelpunt wordt afgekeurd. De grensrechter heeft buitenspel gesignaleerd. Het zit erop voor vandaag. De spelers van Juventus zoeken als winnaar de kleedkamer op. Een overtuigende overwinning, hoor. En verdiend, als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter.